Welkom bij deel 2, waar we het gaan hebben over de specialty bars. Ik heb ze hier achter me hangen. We gaan het hebben over de fat bar, de bamboo bar en de multigrip bar. In de vorige video hebben we het al gehad over de safety squat bar en de trap bar. Als je die nog niet hebt gezien, ga even terug naar ons kanaal, zodat je ze kan bekijken. Deze barbells zijn wat meer gefocust voor bovenlichaam oefeningen, waarbij die van de vorige video wat meer gefocust waren oefeningen voor het onderlichaam. Te beginnen met de fat bar. Hij wordt ook wel een axle bar genoemd. Die kenmerkt zich eigenlijk door een dikkere diameter te hebben dan een gemiddelde barbell. Hij weegt 10,5 kilo en hij draait eigenlijk niet, wat een normale barbell wel heeft. Eigenlijk kan je met deze barbell bijna alles doen wat je met een normale barbell ook kan. Voordeel alleen is dat je wat meer je grip gaat trainen met deze bar. Dus vooral bij oefeningen waarbij je de bar naar je toe trekt, dus denk bijvoorbeeld aan rows, maar ook bicep curls, is dit best wel een aanrader, omdat je je onderarmen gewoon veel zwaarder belast en daardoor dus een veel betere grip gaat krijgen. Hij wordt ook vaak bij strongman gedaan, dus bij sterkste manwedstrijden. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld ook deadlifts mee te doen. En door hem dan double overhand te doen, moet je je grip extra trainen. Dan gaan we naar de volgende bar. Dit is de Bent Bell Bamboo Bar, of de Earthquake Bar, wordt die ook wel genoemd. Hij is niet echt van bamboe, het is gewoon een kunststof bar. Hij weegt ook maar heel weinig, kilo of 3, 4. Voordeel van deze is dat hij wat flexibeler is. Dus op het moment dat je er gewichten aan gaat hangen, gaat hij wat meer bewegen, waardoor je lichaam wat meer moet stabiliseren bij de oefeningen die je doet. Hoe je de bar gebruikt, hij heeft van die ringen aan de zijkant, waar elastieken bij kunnen. Je doet elastieken aan beide kanten eromheen. En daar hang je dan gewicht aan, dus bijvoorbeeld schijven. Dat zorgt er dus voor dat die bar een beetje gaat trillen. Want die elastieken zorgen ook weer voor het op en neer bewegen van de bar. En omdat die bar dus zo licht en zo flexibel is, zal je zien dat die ook een beetje op en neer gaat. De oefeningen die ik hier vaak bij aanraad, zijn bijvoorbeeld de military press of de strict press. Het idee is dan dat je de bar best wel krachtig uitduwt. En bovenin heb je dan even een rustmoment. En dan merk je dat die bar heel erg gaat vibreren. Dus in de positie waar je bent uitgelokt, merk je dat je het hart moet gaan stabiliseren. Dus al die kleine schouderspieren moeten werken om het stabiel te houden. Bij de bench press kun je hem ook gebruiken. Bij de bench press is het wel iets lastiger, want je bent ietsje instabieler. Je hebt eigenlijk hetzelfde effect als bij de military press. Dus je houdt goed die spanning op je schouderbladen in de bank. En je probeert hem uit te duwen. En in je lockout merk je dat die bar een beetje gaat veren. En dan is het dus aan jou om die schouderbladen goed stabiel te houden. De laatste barbell waar we het over gaan hebben, dat is de multi-grip bar. Hij wordt ook wel de voetbalbar genoemd. Hij weegt 16 kilo. Hij kenmerkt zich dus door verschillende grips te hebben, vandaar de naam multigrip bar. Dus hij heeft eentje die een klein beetje schuin loopt en voor de rest allemaal waarmee je ze eigenlijk in een hele neutrale positie pakt. Waarom dit een fijne barbel is om te gebruiken? Omdat je dus in een wat neutralere positie zit. Dus je hebt niet je arm ingedraaid en druk op de pols. Dus voor mensen met een polsblessure die wel willen bankdrukken of overhead pressen, kan dit best wel een lekkere positie zijn dan hier. Ook door hem op een andere manier beter te pakken, breng je weer net een andere prikkel op je lichaam. Dus als je bijvoorbeeld gaat overhead pressen of gaat bench pressen, komt er iets meer nadruk te liggen op je tricep dan op je schouder of op je borst. Je kan er bijvoorbeeld ook hammer curls mee doen. Dat is weer een variatie op een normale barbell curl, waarbij de focus iets meer komt te liggen op de spier in de onderarm dan op de bicep zelf. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad en dat je nu wat wijzer bent geworden over wat voor barbells je kan gebruiken en in welke situatie. Abonneer even op ons kanaal als je wekelijks informatieve content wil zien. Geef het even een duimpje omhoog en ik zie je in de volgende video. Later!